zoek zijn naar de waarheid is voor de grote christelijke denker Thomas van Aquino vooral ook op zoek zijn naar God. Wat bedoelen wij als we het hebben over theologie? Wat is de oorzaak van het geloof? Waarom de sacramenten? God kennen is voor Thomas gelukkig zijn. Is deze leer een wetenschap? Is het nodig om ergens uitdrukkelijk in te geloven? Dat we God zullen zien zoals hij is. Hoe kan dat? Hoe zit dat? Of de Zoon van God het persoon zijn aannam. Wat zijn goed en kwaad? Kun je met je menselijke verstand... Moet je expliciet geloven in iets als de menswording van Jezus? Nu vragen we ons af... Kun je met een zekere objectiviteit over het geloof en over de inhoud van het geloof spreken? Hoe komt het dat sommige mensen wel geloven en andere mensen niet? En verder, hoe kan het dat er maar één God is? Is er een wezen dat boven ons staat? Op die vragen probeert Thomas een antwoord te geven. We hebben door de schepper een verstand gekregen. Dat klinkt eigenlijk best wel duidelijk. In het licht van het geloof. Maar hoe kan dat eigenlijk? Wil je misschien ook iets van begrijpen? Maar ik zal proberen het iets eenvoudiger uit te leggen. Dus hoe zit dat? Wat betekent dat? Hoe kunnen we dat begrijpen? Dus kijk deze aflevering. Omdat dat een manier is om na te denken over hoe helpt God ons? Hoe helpt God ons om goed te leven? Wat heeft dat te maken met wat we zelf doen? Oh, 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 oh